Ik denk dat het woord attitude al wel eens ter sprake komt in een gesprek. Bij sollicitatiegesprekken, bij evaluatiegesprekken. Bijvoorbeeld, Piet heeft een super attitude. De nieuwe, die moet nog werken aan zijn attitude. Maar wat is dat nu precies? Wat is de definitie van attitude? Het is hoe iemand over iets of iemand denkt en wat dan zijn gedrag beïnvloedt. Dus hoe dan jij over iets of iemand denkt, beïnvloedt jouw gedrag naar dat iets of iemand. Met andere woorden, hoe denken jouw medewerkers over jou? Over hun loon, over hun collega, de moeilijke klant en hoe gaan ze hem behandelen? Wil jij werken aan de attitude van je medewerkers? Niet altijd makkelijk. Dus druk eerst hier op de knop en kom er meer over te weten. Ik ben Hilde, ik ben begeleider van YouMentor.